Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij deze bijzondere lezing in het kader van Internationale Vrouwendag. U bent verbonden met Rijksmuseum Boerhaven in een zo goed als uitgestorven museum, met een paar collega's die ons vanmiddag helpen. En natuurlijk met Margriet van der Heijden, de spreker van vandaag in het kader van deze bijzondere dag. Margriet van der Heijden gaat ons meenemen in het leven van Tatjana Afanasjewa. Mijn naam is Anne-Lore Scholten, manager publiek en presentatie bij dit museum. Iets over Margriet. Margriet is deeltjesfysicus, is opgeleid bij CERN in Genève en is wetenschapsjournalist bij de NRC. Schrijft boeken en heel recent is een fantastische dubbelbiografie uitgekomen over onder andere Tatjana en haar echtgenoot Paul. Onder de titel Denken is verrukkelijk. Het is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus in januari. En Margriet gaat ons vanmiddag, of gaat u en ons, meenemen in het bijzondere leven van deze wiskundige dame. Een Russische dame die in 1912 in Leiden kwam wonen en tot aan haar overlijden. Op 88-jarige leeftijd ook hier meestertijds woonde. Margriet is een dubbel biografie en het is een hele lijvige biografie. Margriet zal hem u straks ook nog wel even laten zien. Daar heeft ze al jaren aan gewerkt. En ik herinner me ook nog dat ze in 2016 in ons museum, en toen hadden we een tentoonstelling over Einstein en zijn relaties onder de titel Einstein and Friends, dat ze toen al sprak over de dubbelbiografie die in wording was. Het is een enorm werk geweest. Margriet heeft prachtige correspondentie kunnen benutten. Heeft ook ons eigen erevesten archief mogen benutten. Heeft daar ook nog bijzondere brieven zelf ingezien en ook eigenlijk aangetroffen. Tatjana wordt de vrouw waarlangs Margriet ons vanmiddag meeneemt. Het wordt ook een inkijkje in een hele bijzondere tijd. Een tijd die begon met de fin du siècle en die de hele 20e eeuw voor een belangrijk deel in beeld brengt. Nederland doet mee, want Tatjana was een Russin die als buitenlander ook een beetje buitenstaander bleef. Niet altijd een goed begrepen vrouw en Margriet breekt een lans voor haar. En dat doet ze vandaag voor Tatjana, maar dat doet ze veel vaker, want ze heeft ook bij de NRC digitaal een prachtige rubriek die heet Ongekend. En daar voert ze allerlei vrouwen op die het vermelden waard zijn, die een bijzondere wetenschappelijke carrière hebben. Of misschien net niet de hoofdprijzen hebben gehad, maar wel in ieder geval in de schaduw staan die ze zeker niet verdienden. Dus ik kan het u van harte aanbevelen om NRC Ongekend ook nog eens te bekijken. Even een paar huishoudelijke mededelingen. We zijn hier in de congresruimte van Rijksmuseum Boerhaven. De techniek is in handen van mijn collega's Mark en Maarten. En de chatmoderator is Gerolf. En over de chat, u kunt nu, maar ook na afloop, kunt u vragen stellen in de chat. Gerolf neemt ze in ontvangst en we nemen na afloop de tijd om ze met u door te nemen. U zult merken dat er in het schrijven van uw vraag een kleine vertraging zit. Wees niet ongerust, dat heeft nou eenmaal met de livestream te maken. Ik denk dat ik genoeg gepraat heb. Ik verheug me bijzonder op de lezing van Margriet, die minstens 45 minuten gaat duren. En dan denk ik dat ze nog niet uitgesproken is. Maar dan gaan we u de tijd geven om ook terug te komen met vragen en antwoorden. Margriet, mag ik je uitnodigen? Ja, dankjewel voor deze inleiding. Ik vind het ontzettend leuk om hier op Internationale Vrouwendag te staan en iets te vertellen over inderdaad Tatjana Afanasjewa, die een internationaal leven heeft geleid. Anne-Lore schetste het al een beetje, geboren in Rusland, daarna verhuisd naar Göttingen, Wenen, terug naar Göttingen, terug naar Petersburg en uiteindelijk in Leiden beland. Maar die ook internationaal was in haar denken, heel cosmopolitisch dacht en mensen en ideeën met elkaar verbond tot ver over de grenzen. En die wars was van conventies omtrent mannen en vrouwen en daarom een heel geschikte kandidaat om vandaag te bespreken. Haar leven illustreert ook, en Anne-Lore raakte daar al een beetje aan, de positie van vrouwen in de wetenschap destijds. En vertelt mijn inziens ook iets over hoe dat tot op heden nog doorwerkt. En haar leven biedt perspectief, het perspectief van een buitenstaander op het leven in Leiden, waar zij vanaf 1912 woonde.
Hier zien we Tatjana Afanasjeva met haar man, Paul Ehrenfest. Over haar was tot voor kort niet veel bekend. Haar leven werd beschreven in de context meestal van het leven van haar man Paul Ehrenfest. Hij was in Leiden benoemd tot opvolger van de internationaal beroemde Hendrik Antoon Lorentz, Nobelprijswinnaar, voorzitter van de beroemde Solvay-conferenties. En had daar talloze, later ook heel actieve promovendi. Waardoor je ziet dat Ehrenfest telkens weer wordt gememoreerd in memoirs van die promovendi. Er is een onvoltooide biografie over hem verschenen. En tegelijkertijd is er over Afanasjeva juist heel erg weinig gepubliceerd. Zij komt voor bijvoorbeeld in een stripboek uit 2015 over Ehrenfest. En als stripfiguur duikt zij daarin op met piekhaar, met een blouse die stevig dichtgestrikt is. En een beetje als een figuur die vanaf de kantlijn, vanuit de marges, ook heel graag haar zegje wil doen. Maar wie was zij in het echt? Wie was Tatjana Afanasjeva nou werkelijk? Hier zien we een hele serie foto's uit haar jeugd, afkomstig uit het archief van de familie Ehrenfest of van de erven Ehrenfest. Tatjana Afanasjeva werd geboren in Kiev en haar vader was daar ingenieur. Pyotr Alexei Afanasjev had een goede baan bij het waterleidingbedrijf. Maar helaas, toen zij 2 jaar oud was, kreeg hij een zenuwinzinking, belandde in een psychiatrische kliniek en overleed daar na enkele jaren. Haar moeder, die volgens het paspoort bij haar geboorte maar 16 jaar oud zou zijn geweest, de dochter van een vrijgelaten lijfeigene was en uit een veel lagere stand kwam dus dan haar man, pakte haar dochter onder de arm, nam de trein naar Petersburg en liet haar dochter daarachter, noodgedwongen denk ik, bij de broer van Alexei Afanasjev, Pyotr Afanasjev en diens vrouw Sonja Maslova, een kinderloos echtpaar, dat Tatjana Afanasjeva, en dat zie je hier, een opvoeding gaf in welstand. Het was in die tijd, hè, zij werd geboren in 1876, echt niet in elk gezin gebruikelijk, dat er jaarlijks een prachtige portretfoto werd gemaakt in een studio aan een van de hoofdstraten in Petersburg. En dat kinderen werden opgesierd met strikjes en ruusjes en voorzien van tuiltjes of pilaartjes om de foto's nog verder op te vrolijken. Het was natuurlijk ook een jeugd die zij beleefde zonder haar eigen ouders. Want haar moeder moest een opleiding tot vroedvrouw gaan volgen en uitwerken gaan om haar eigen geld te verdienen. Het was ook niet een jeugd met alleen maar ruusjes en strikjes, dat zien we hier. Want met name ook de tante van Afanasjeva, Sonja, tante Sonja, later Baba Sonja genoemd, zorgde nauwlettend voor goed onderwijs voor haar stiefkind, zou je kunnen zeggen. Dat was tot haar 12e jaar privéonderwijs en daarna werd ze gestuurd naar een heel vooruitstrevend gymnasium. En de laatste jaren van haar opleiding bracht ze door op een van de Mariinsky gymnasia. Die waren ooit gesticht door tsarina Maria Fodorovna. En meisjes leerden daar niet alleen de moderne talen. Het heette gymnasium, maar ze leerden geen Grieks en Latijn. Dat is een beetje verwarrend in de Nederlandse context. Ze leerden wel heel goed bijvoorbeeld Frans, Duits en ook wat Engels. Maar ze leerden er bijvoorbeeld ook hoe je heel goed rechtop moet lopen. Met een bezemsteel onder de ellebogen achter de rug. En dan rechtop paraderen door de gymzaal. Wat Afanasjeva's grootste wens was, nadat zij dat gymnasium had afgerond, was om te gaan naar het Bestuzhev, de hogere school, de hogere leergangen voor vrouwen. En het gebouw ziet u linksonder. Dat was gesitueerd op het Vasiljev-eiland in Petersburg. En linksboven ziet u een scheikundig laboratorium in een nieuwe vleugel die net werd gebouwd in de periode dat Afanasjeva daar naartoe ging. Maar daar was wel wat voor nodig, want haar oom was daar absoluut op tegen. De hogere leergangen voor vrouwen waren halverwege de jaren 1870 opgericht
Onder druk van vooral adellijke feministes, die ook grotendeels deze scholen financierden. Ze bestonden ook bij de gratie van vooruitstrevende mannelijke geleerden, zoals bijvoorbeeld Mendeleev, die wij in Nederland ook kennen vanwege zijn periodiek systeem der elementen in de scheikunde. En die bereid waren om voor een habbekrats ook les te geven aan deze hogere leergangen, waar vrouwen dan eindelijk ook onderwijs zouden kunnen krijgen op nagenoeg universitair niveau. Maar ze werden ook argwanend bekeken door de tsaar en de kringen rondom hem, die er heel erg voor beducht waren dat de vrouwen hier ook te moderne en misschien te radicale ideeën op zouden doen. Ze werden heel goed in de gaten gehouden. En ik denk dat dat ook de reden was dat oom Pjotr er beslist op tegen was dat Afanasjeva hier naartoe zou gaan. Maar oom Pjotr overleed heel plotseling in 1899 en een paar weken later zat Afanasjeva op de hogere leergangen, gesteund door haar tante die ook borg stond voor het lesgeld. Het was een periode waarin zij haar liefde voor de wiskunde en voor de natuurkunde, moet ik erbij zeggen, ontdekte. Ze ronde die periode met heel veel succes af, met een gouden medaille en een jubelend diploma. En links zien we haar aan het eind van die opleiding in Kukarka, waar een familielid een datsja had, waar zij de zomer doorbracht en waar zij, ik weet het niet, zitten schrijven. Misschien schrijft ze een brief aan haar favoriete wiskundedocent. Misschien maakt ze aantekeningen. Zeker was dat zij deze opleiding nog niet genoeg vond. Zij wilde verder. En dus trok zij in 1903 naar Göttingen. Dat was destijds het Mekka van de wis- en natuurkunde. Dat was niet heel vreemd dat ze dat deed. Ze ging met haar tante, die echt als chaperonne over haar waakte. Maar er waren veel meer Russinnen al eerder naar westerse universiteiten gegaan en ook naar Göttingen. In Duitsland op dat moment was er behoorlijk wat weerstand tegen buitenlandse studenten. Want het was een periode rond 1900 of begin 20e eeuw dat universiteiten steeds meer studenten trokken, ook meer vrouwelijke studenten, waardoor de collegezalen overvol raakten. En er waren op verschillende universiteiten, zoals in Leipzig, maar ook elders, bewegingen om die reden buitenlandse studenten te weren. En dan met name vrouwen. En de vrouwelijke buitenlandse studenten waren bijna zonder uitzondering Russinnen. Maar Afanasjeva had het geluk dat in Göttingen Felix Klein en David Hilbert, twee wiskundigen, die daar eigenlijk ervoor zorgden dat dit kleine stadje als het Mekka van de wiskunde gold, zich hier niet al te veel van aantrokken. Dus vlak voor haar waren twee Russische vrouwen gepromoveerd bij Hilbert en Klein. En Afanasjeva ging daar ook haar geluk beproeven. En ik moet erbij zeggen dat uit haar brieven blijkt dat zij zich ook erg geïntimideerd voelde door het stadje waar bijna op elk huis een plaatje hing dat hier een hoogleraar geboren was of daar een beroemde hoogleraar gewoond had. En dat zij echt het gevoel had, mijn opleiding aan die leergangen die schiet wel een beetje tekort. Rechts zien we haar voor het eerst met Paul Ehrenfest. Hij is de linkerman op de foto, de rechterman is een vriend van hen allebei. En Ehrenfest ontdekte dat, ook al waren Klein en Hilbert vooruitstrevend en lieten zij vrouwen toe, dat er toch niet echt sprake was van volledige gelijkheid. Want Ehrenfest woonde, hij was ook naar dit Mekka van de wiskunde gegaan, hè, om zich verder te verdiepen in de studie. En hij woonde elke twee weken een colloquium bij, waarin de laatste wetenschappelijke resultaten door studenten werden besproken. En hem viel op dat Afanasjeva daarbij nooit aanwezig was. En bij navraag bleek ook waarom. Vrouwen die werden maar één of twee keer per jaar uitgenodigd, namelijk als er iets te vieren viel. En als er dus gezamenlijk getoast moest worden. En Ehrenfest heeft zich toen de blaren op de tong gepraat om zijn medestudenten ervan te overtuigen dat vrouwen toch wel degelijk eigenlijk mee zouden moeten kunnen praten. En zo is eigenlijk niet alleen Afanasjeva toegelaten tot die colloquia, maar ook de romance, zeg maar, tussen Ehrenfest en Afanasjeva begonnen.
Erenfest kwam uit een heel ander milieu. Hij was geboren in Wenen, echt als de jongste zoon, het nakomertje in een gezin met 5 zonen. Een Joods, heel seculier, geassimileerd middenstandsgezin. Zijn ouders dreven een soort supermarkt avant la lettre en waren daar zo succesvol in geweest dat ze al hun zoons een goede opvoeding hadden kunnen bieden. En anderhalf jaar na die ontmoeting en nadat Erenfest gepromoveerd was, trouwde zij. Dat was ook niet vanzelfsprekend. Er was heel weinig in het leven van Afanasjewa wat vanzelfsprekend was. Dit huwelijk was ook niet vanzelfsprekend, want in het Oostenrijks-Habsburgse Rijk mochten een Jood en een Russisch-Orthodoxe, wat zij was, formeel niet met elkaar trouwen. Dus zij beiden zworen hun geloof af. Wat we dan hier zien zijn foto's van ruim een jaar na hun huwelijk. Toen hun oudste dochter Tatjana Pavlovna, vernoemd naar hen beiden, geboren werd. Linksboven is ze 6 weken oud. Ligt ze op de vleugel waar haar moeder voor haar speelt. Linksonder probeert haar vader haar misschien al een natuurkundige werking van een speeltje uit te leggen. Moeilijk te zien. En rechts zien we moeder en dochter in de zomer bij het Walenmeer in Zwitserland. Waar ze de vakantie doorbrachten. Ze hadden een mooi huis in Wenen, ook al hadden ze geen van beiden nog een baan. Ze konden leven van hun erfenissen. Tatjana Afanasjewa had Russische spoorwegaandelen die heel veel waard waren, van haar oom geërfd onder andere. En ook Erenfest beschikte over een erfenis, zodat zij inderdaad zulke reisjes konden maken. En misschien moet ik nog even teruggaan, bijvoorbeeld zo'n leuke kinderwagen, die is nog net in een hoekje onderin te zien, met een rieten mandje en hoge spakenwielen, best mooi in die tijd konden aanschaffen. Maar minstens zo'n belangrijke plek in hun huis was de studeerkamer. Wat zij wilden, wat hun ideaal was, en heel veel kilometers verderop was dat trouwens ook het ideaal van Albert Einstein en zijn eerste vrouw Mileva Maric. Dat was om samen te werken, om samen te studeren, om samen een leven van nadenken en wetenschap en je verheugen in nieuwe gedachtes, nieuwe theorieën, nieuwe ontdekkingen over de wereld te delen. En dat was niet makkelijk natuurlijk. Dat zou ook in de jaren daarna niet makkelijk blijven. Het was op dat moment vooral niet makkelijk, omdat zij geen van tweeën erin slaagden een baan te vinden. Afanasjewa's diploma van het Bestuzhev-instituut was natuurlijk iets heel merkwaardigs, een vreemd document in Midden- en West-Europa. En Erenfest was gepromoveerd bij Boltzmann, die niet laaiend enthousiast was geweest over zijn dissertatie en die zich ook had met een depressie had laten opnemen in een kliniek, dus die niet echt aanbevelingsbrieven kon schrijven. Wat zij deden was gewoon zelf met behulp van die erfenis op eigen houtje publiceren. En ik heb hier 2 publicaties uitgelicht. Rechts een klein artikeltje dat ze samen schreven voor een niet zo heel bekend wiskundetijdschrift, maar wat wel vergaande gevolgen voor hen beiden had. En ik wil dan nu toch iets zeggen over die wis- en natuurkunde. Het artikeltje raakt aan de warmteleer en de statistische mechanica. En dat waren de 2 grote vakgebieden van de 19e eeuw. Dat was de eeuw van stoom en staal. De eeuw van de stoommachines. En de warmteleer was eigenlijk ontwikkeld door ingenieurs die op een intuïtieve manier keken. Of niet intuïtief, maar een globale manier keken naar de gassen die konden expanderen en daardoor stoommachines in aandrijven. En dan ging het dus om temperatuur van het gas, het volume van het gas en om de druk van het gas. En die aan de hand van die drie grootheden, druk, temperatuur en volume, allerlei formules hadden opgesteld om de gedragingen van gassen te beschrijven. Dus aanvankelijk was de theorie ontstaan door observeren, door patronen te herkennen, door formules te maken. En later hadden die geleerden, dat is er een hele reeks die ik hier niet zal opnoemen, geprobeerd om dan een aantal vooronderstellingen te poneren van waaruit zij dan al logisch redenerend een hele theorie konden opbouwen. Erenfest's leermeester Boltzmann had geprobeerd daar een statistische
grondslag aan te geven. Dus niet te kijken naar druk, temperatuur en volume, maar naar de gasmoleculen die in het gas door elkaar krioelen, naar hun gedrag, daarover statistisch te middelen. En dan te kijken of je weer uitkomt op die algemene formules, wat het geval was. En hij had zo ook nieuwe gedragingen, entropie genoemd, kunnen beschrijven. Waarom vertel ik dit? Ehrenfest en Afanasje slaagden er niet in een baan in Wenen te vinden. We proefden hun geluk in Göttingen. En daar ontdekte Felix Klein, een van die twee bekende wiskundigen, dit artikel. Hij luisterde naar een lezing ervan door Ehrenfest. Was erdoor gegrepen en stelde toen Ehrenfest en nadrukkelijk ook Afanasjewa, die een grote rol bij de totstandkoming van het artikel had gespeeld, voor om een groot overzichtsartikel over die statistische mechanica en het werk van Boltzmann te schrijven voor zijn Encyclopedie der Mathematische Wissenschaften, waarin hij een overzicht wilde geven van de wiskunde en al haar toepassingen. En het was dit artikel dat zij uiteindelijk pas in 1911 zouden publiceren, toen zij al in Petersburg woonden, waarmee zij hun naam heel erg op de kaart zetten. In de jaren 50 is het nog in het Engels vertaald in de Verenigde Staten, geldt nog steeds als een standaardwerk in de warmteleer. En op dat moment bood het hun de gelegenheid om met hun namen in een boek te staan tussen namen van Nobelprijswinnaars en grote bekenden uit het vak. Dat kwam mede doordat Boltzmann, die het oorspronkelijk zou schrijven, in 1906 een einde aan zijn leven had gemaakt. Wat ook een negatief effect had op de kansen op een baan, omdat hij nu helemaal geen aanbevelingsbrieven voor Ehrenfest meer zou kunnen schrijven. En uiteindelijk gingen zij hun geluk beproeven in Petersburg, waar zij woonden tussen 1907 en 1912. En wat u hier ziet zijn een paar pagina's of stukjes van pagina's uit het familiedagboek, waarin zij heel trouw aantekeningen maakten over de kinderen, over hun wetenschappelijke activiteiten. Links is bijvoorbeeld te zien een opsomming van namen van deelnemers aan een groot congres in Moskou dat zij bezocht hadden. Rechts zien we een stukje tekening van de muur in hun huis, waaraan allerlei geometrische figuren hingen en waar speeltjes waren opgesteld voor hun dochter Tanitschka, om haar al kennis te laten maken met de wetenschap. En op deze foto ziet u ook hoe ze de zomers doorbrachten, namelijk niet in Petersburg, maar in Kanuka, in een tweede huis. En opnieuw is duidelijk dat ze ook dankzij die erfenissen en toch nog in redelijke welstand konden leven. Linksboven bijvoorbeeld staat de wasvrouw en het kindermeisje. En er was ook nog een kokkin die meereisde. In Petersburg introduceerden ze in hun huis een nieuw fenomeen, de kroezoks. En kroes in het Russisch betekent kring. Kroezoks zijn kringetjes, dat wil zeggen zij nodigden een heleboel geleerden uit bij hen thuis om te discussiëren over laatste ontwikkelingen in de wetenschap. Ehrenfest groeide daardoor, ondanks het feit dat hij ook in Petersburg eigenlijk niet een echte academische positie verwierf, toch de status van grondlegger van de theoretische fysica al daar. En Afanasjewa die had een kring waarin gediscussieerd werd over waarschijnlijkheidsleer, had daarnaast een inkomen als docent. En maakte furoren langzamerhand in de discussies over de inrichting van het wiskundeonderwijs. Die zij voerde bij het Pedagogisch Museum van de Militaire Academie. Een heel typisch Russisch instituut dat zich boog over het onderwijs, het middelbaar onderwijs met name, in de hoop beter opgeleide recruten voor het leger te kunnen krijgen. Het was in Kanuka. En we zien hier ook de tweede dochter, Galinka, die in Kanuka geboren werd in 1910, die hier al ietsje ouder is. Het was in Kanuka dat in 1912 aan het eind van de zomer duidelijk werd dat Ehrenfest inderdaad beroepen was naar Leiden. Waarom Lorenz juist hem verkoos als zijn opvolger? Het zal misschien wel voor altijd een raadsel blijven. Ehrenfest was wel in de picture gekomen.
En zeker is ook dat Lorenz onder de indruk was van zijn publicaties, bijvoorbeeld over de kwanta, die erg in de aandacht waren. Het was het tijdperk waarin de kwantummechanica ontstond, de oude kwantumtheorie eerst. Maar hij was zeker ook onder de indruk van de publicatie over de statistische mechanica, die zij twee samen hadden geschreven. En hier zie je wel een fenomeen wat heel veel vrouwen in de natuurwetenschappen zullen herkennen. Dat Ehrenfest onmiddellijk ook het voordeel van de twijfel van Lorenz kreeg. Want Lorenz nam aan dat iemand die zulke publicaties schreef wel een hoogleraar zou zijn. Terwijl Ehrenfest dat niet was, maar hij schreef hem wel zo aan en had hem daarom gevraagd. Terwijl Afanasiewa, die ook een hele, die het artikel mede had geschreven, eigenlijk niet werd genoemd. Maar goed, ze gingen naar Leiden. En hoe was dat voor Afanasiewa? Leiden was voor haar een onbekende stad. Ehrenfest was er in 1903 een keer geweest. Voor haar was het zeker in vergelijking met Petersburg een beetje een provinciaalse stad. In Petersburg had je elektrische trams, had je een balletgezelschap, had je een filharmonisch orkest, had je winkelstraten waar je de duurste vormen van porselein of bontmantels kon kopen. Daar kon Leiden allemaal natuurlijk niet aan tippen. Wat Leiden wel bracht was gure wind en striemende regen, maar ook... En dat is toch ook belangrijk om te noemen, natuurlijk een wetenschap die hier wel bloeide. Dankzij Lorenz, maar ook dankzij bijvoorbeeld Kamerling Onnes, die hier zijn koude lab had en hier het koudste plekje op aarde had gemaakt. En dankzij ook het eerdere werk van Nobelprijswinnaars als Van het Hof en Van der Waals in Amsterdam. Dankzij Lorenz-lering Zeeman, ook een Nobelprijswinnaar. Ook naar Amsterdam gegaan, maar nog geregeld in Leiden te vinden. Wat Leiden ook bood was neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. En er was zelfs één gebouw in Leiden wat aan Petersburg deed denken. En dat gebouw ziet u hier op de foto rechtsboven. Waar we Afanasiewa, Ehrenfest en hun dochter Galinka in een besneeuwd Leiden zien staan voor de Sterrenwacht. En het gebouw van de Sterrenwacht is helemaal geïnspireerd op de Pulkovo-Sterrenwacht in Petersburg. Al gauw zou er ook een tweede gebouw verrijzen wat heel erg aan Petersburg deed denken. Namelijk het huis van Ehrenfest en Afanasiewa zelf, dat helemaal in de klassicistische stijl werd gebouwd. Die destijds in Petersburg heel erg in zwang was. En wie nu door de Witte Rozenstraat loopt, waar dat huis staat, ziet nog altijd in de gevel een steen. Twee stenen, één die Ehrenfest herdenkt en één die Afanasiewa herdenkt. En die zegt dat zij haar tijd ver vooruit was. En haar huis maakte tot een trefpunt, of openstelde, voor mensen en ideeën. Hier ziet u het huis nogmaals, linksboven, net na oplevering. Een enorm huis was het, een totaal on-Nederlands huis, wit gestuukt. U ziet de klassicistische elementen, de timpanen. En linksonder ziet u ook een tekening van het huis, gemaakt door Afanasiewa. Want wat op die gevelsteen niet staat, maar wel een feit is, is dat zij dit huis zelf ontwierp. Rechts ziet u haar een paar jaar later met Ehrenfest bij de voordeur staan. Zij ontwierp het niet alleen in die neoclassicistische stijl die in Petersburg in zwang was, maar ook met heel veel oog voor de val van het licht van oost naar west en van noord naar zuid en vice versa door de kamers van het huis heen. Daarvoor werkte ze met glazen tussendeuren en had ze heel goed gekeken naar de positie van het huis. En wat ook bijzonder was, er zijn meer bijzonderheden hoor, maar wat een heel bijzonder punt was aan dit huis, was de studeerkamer aan de kopse kant. Met daarin een heel groot schoolbord aan de wand, waar zij al heel gauw opnieuw, net als in Petersburg, kroezoks begonnen te organiseren. Ehrenfest organiseerde zulke discussieavonden met zijn studenten en promovendi en besprak dan, en ook met buitenlandse gasten trouwens, en besprak dan de laatste ontwikkelingen in de wetenschap, de meest recente publicaties. En Afanasiewa die had dankzij Lorenz kennis gemaakt met een aantal vooruitstrevende wiskundedocenten die vernieuwingen van het onderwijs nastreefden en organiseerden al gauw ook kroezoks op dit terrein thuis.
van een waarschijnlijkheidskroeshock zoals in Petersburg kwam het niet meer, maar ze richtten zich wel heel nadrukkelijk onder meer op die hervormingen van de wiskundedidactiek. Hoezeer zij hun huis openstelden, is nog steeds zichtbaar voor wie het huis kan betreden. Iets wat trouwens niet eenvoudig is. Maar wie dat doet en de trappen neemt, de luie trap, naar de bovenste verdieping, naar de voormalige studeerkamer in dit huis, die vindt daar een wand met handtekeningen van de diverse logiers en bezoekers. En alleen al op dit stukje wand, dit is niet de gehele wand, zien we de namen van talloze Nobelprijswinnaars. Ik weet niet of het goed zichtbaar is thuis, maar linksboven staat bijvoorbeeld Nobelprijswinnaar James Franck. Daaronder staat Albert Einstein, iedereen wel bekend. Hij sprak van een huishouden dat zo gelukkig was, dat hij, zoals hij dat nergens elders had gezien. En dat voortvloeide uit een verbintenis tussen twee mensen die niet wegens compromissen bij elkaar waren. Wat heel, heel mooi eigenlijk de relatie tussen Afanasjewa en Ehrenfest, zeker in de jaren 1910, beschrijft. We zien Nobelprijswinnaar Patrick Blackett daaronder, Piotr Kapitsa, Lise Meitner, een vrouwelijke wetenschapper die de Nobelprijs zou hebben gekregen, had moeten krijgen, maar niet heeft gekregen. We zien Gustav Hertz, de Nobelprijswinnaar. We zien Tinbergen, een leerling van Ehrenfest, die de Nobelprijs Economie zou winnen. We zien Russen zoals Abraham Joffe, een heel vooraanstaand wetenschapper. We zien Nobelprijswinnaar Milliken. En we zien bijvoorbeeld ook in het midden Julia Fausek, die weer uit een hele andere hoek kwam en die in Rusland als eerste de ideeën van Maria Montessori verbreidde. Hier zien we op de foto's ook een aantal van deze gasten. Linksboven zien we Einstein, Niels Bohr, zien we die vanaf 1919 vaak kwam met Goudsmit en Uhlenbeck, bekende wetenschappers in de natuurkunde. In het midden boven zien we Bohr en Pauli, onder andere Pauli, een van de grondleggers van de kwantummechanica. Rechts zien we dochter Galinka met die Julia Fausek van het Montessori-onderwijs. Rechts onder en midden onder zien we natuurlijk Einstein, die heel vaak kwam. Met name ook omdat hij tot buitengewoon hoogleraar in Leiden werd benoemd begin jaren 20. En we zien bijvoorbeeld Max Planck. Toch was het niet alleen maar, waren het niet alleen maar successen. Op een gegeven moment, en met name in de jaren 20 of eind jaren 1910, pakten zich ook wat donkere wolken samen boven Ehrenfest en Afanasjewa. En er is met name opnieuw heel veel geschreven over Ehrenfest, die weliswaar allerlei geleerden thuis ontving en gewaardeerd werd om zijn manier van lesgeven, om de manier waarop hij door Socratische ondervraging tot de essentie van een verhaal kon doordringen. Maar die zich ook in toenemende mate somber begon te voelen, omdat hij zelf niet een eigen theorie ontwikkeld had en het gevoel had dat hij steeds meer ook in de schaduw kwam te staan van al die beroemdheden. En dat gevoel werd versterkt met name toen in de kwantummechanica steeds jongere mannen steeds meer publicaties schreven en daarmee over elkaar heen buitelden. Zodat hij aan zijn broer schreef zich voelde als een soort astmatische tackle die achter een tram vol jonge fysici aanrent. Wat veel minder is beschreven is hoe het was voor Afanasjewa. Want zij maakte in Nederland kennis met hele dwingende maatschappelijke conventies. We zien hier op de foto zien we Ehrenfest met Lorenz, Bohr en Kamerling Onnes. Lorenz en Onnes, twee van die mannen in wiens schaduw Ehrenfest zich voelde staan. En ten opzichte van wie hij zich een tweede rangs fysicus voelde. Maar wat hij daarbij niet zag was hoezeer Tatjana Afanasjewa eigenlijk als tweede rangs burger vaak werd behandeld. Zelfs ondanks het feit dat zij wel steun kreeg, voor met name van Lorenz. Lorenz was in Leiden een van de weinigen die behoorlijk verlicht en geëmancipeerd was. Zijn vrouw Aletta zat bij de Leidse
Vrouwenbond voor Vrouwenkiesrecht, onder meer, wat in 1919 natuurlijk verkregen werd. Maar tegelijkertijd waren die Leidse vrouwen ook in zekere zin nog steeds conventioneel. Want de Leidse Vrouwenbond bijvoorbeeld stimuleerde wel het vrouwenkiesrecht, maar had zich afgescheiden van de bond van de vereniging van Aletta Jacobs. Want zij vonden dat het geleidelijk geïntroduceerd moest worden, dat mensen eerst opgeleid moesten worden, dat je niet kon stemmen zonder goede opleiding. Zij hadden ook een nevenvereniging, Tesselschade, die bijvoorbeeld zorgde dat vrouwen uit hogere kringen, die genoodzaakt waren door omstandigheden om toch uit werken te gaan, wat als een schande werd gezien in die tijd, dat dan thuis anoniem geld konden verdienen met handwerken. Dus het was vooruitstrevend, maar tegelijkertijd hielden deze vrouwen in zekere zin ook de conventies in stand. En Lorenz, die met zijn vrouw meeging naar bijeenkomst om voor vrouwenkiesrecht te pleiten, en die vier vrouwelijke promovendi had, hier zijn er drie zichtbaar, ja, daarbij zie je eigenlijk een vergelijkbare trend. Linksboven zien we zijn tweede vrouwelijke promovendus, zijn eigen dochter, Bertha Lorenz. Het zou tegenwoordig niet gauw meer gebeuren dat je dochter bij je promoveert. In het midden zien we Johanna Reutler, die ook bij Lorenz promoveerde. Dan was er nog Eva Bruins, waarvan ik geen foto heb kunnen vinden. En rechts groot zien we Hendrika van Leeuwen, roepnaam Jo van Leeuwen. En van de vier vrouwen die bij Lorenz promoveerden, was zij eigenlijk de enige die een wetenschappelijke carrière maakte. En het uiteindelijk zou schoppen tot lector in Delft. Zij moest daar lang op wachten, werd in de jaren 50 benoemd. En zij bleef ook ongehuwd. Dat was eigenlijk de enige manier om een carrière te maken in Nederland. Er was een hele duidelijke scheiding. Eerst bij conventie en vanaf 1924 bij wet. Dat getrouwde vrouwen niet gingen werken. En dat je eigenlijk alleen ging werken als het nodig was of als je ongehuwd was. En een van de gevolgen was dat Jo van Leeuwen dus tot haar dood mejuffrouw bleef. En alleen bleef. Was Nederland daarin anders dan in het buitenland? Als we kijken over de grens, dan heb ik hier drie vrouwelijke wetenschappers uitgekozen. Links zien we Lise Meitner, die ik al eerder noemde. Zij kwam ook uit Wenen, net als Ehrenfest. Was gepromoveerd bij Boltzmann en Exner, cum laude. Was naar Berlijn getrokken om bij Planck te werken. Maar moest daar aanvankelijk in de kelder werken. Want vrouwen mochten niet het gewone gebouw betreden. En leefde van een toelage van haar vader. In 1913 pas kreeg zij een klein salaris van de universiteit. En de beschikking over een eigen lab. En het werk wat zij daar deed uiteindelijk leidde tot ontdekking van kernsplijting. En was absoluut Nobelprijs waardig. Maar die Nobelprijs heeft zij nooit gekregen. In het midden zien we Marie Curie. Die kreeg heel veel steun natuurlijk van haar echtgenoot. Won ook twee Nobelprijzen. Mede ook omdat Pierre Curie haar verdedigde toen als men haar over het hoofd dreigde te zien. En zij kreeg ook tegen 1920 de beschikking over een eigen mooi lab. Maar we moeten erbij zeggen dat toelating bijvoorbeeld tot de beroemde Académie Française er niet in zat. Ook niet voor Marie Curie. En rechts zien we dan de wiskundige Emmy Noether die in Göttingen zat. Waar Paul en Tatjana elkaar ontmoet hadden. En ook zij leefde van een toelage van haar familie. Kreeg pas in 1921 een positie. Tot die tijd gaf zij college onder de naam van een mannelijke collega, van Hilbert. De theorieën waarover zij publiceerde vormden het anker waardoor Einsteins relativiteitstheorie uit 1915 werkelijk een solide theorie kon worden en ook door collega's erkend werd. Zij had talloze leerlingen, publicaties. Zij is echt een hele grote in de wiskunde. Haar werk aan symmetrie is sindsdien een leidraad voor fysici in de elementaire deeltjesfysica geweest. Maar in 1921, toen zij een baan kreeg, werd er wel voor haar een hele speciale positie gecreëerd. Namelijk één met een lager salaris dan gebruikelijk. Ik moet erbij zeggen dat er rond die tijd wel enige veranderingen waren. Het vrouwenkiesrecht noem ik al. En deze vrouwen kregen dus een positie. Maar wat je vaak ziet, er was ook een backlash. In Nederland zeker, en dat was in 1924, ik stipte het al even aan, het koninklijk besluit
waardoor vrouwen voortaan, zodra ze huwden, ontslagen zouden worden uit een overheidsbaan. En in dat licht bezien is het, vind ik zelf, nog steeds echt getuigd het van enorm doorzettingsvermogen en groot talent en moed dat Afanasjewa desalniettemin bleef werken en bleef publiceren in dat Nederland. Ze had ook te maken met persoonlijke tegenslagen. In 1917 was er de Russische Revolutie. In één klap werden haar aandelen van de Russische spoorweg waardeloos. En kwamen Ehrenfest en zij in geldnood. En met name Ehrenfest in talloze brieven klaagt daarover. En dat hij extra werk moest aannemen en dat het zo zwaar voor hem was. In 1918 kregen zij een tweede zoon. In 1916 was een andere zoon, Pavlik, geboren. Een jongetje was ik uit 1918 met Down-syndroom die naar een dure kliniek moest. En in 1922, vooral op aandringen van Ehrenfest, die schreef dat Tatjana daaronder zou bezwijken, maar in feite denk ik zelf Tatjana veel te hard nodig had. En het was een wonder eigenlijk dat zij toch nog in 1924 en 1925 met twee baanbrekende publicaties kwam. In 1924 was dat de publicatie die u rechtsonder ziet op het gebied van de warmteleer. En ik gaf al aan daarnet dat in die warmteleer een soort bouwwerk was opgebouwd uitgaande van vooronderstellingen en door logisch redeneren, hè, dat er een theorie was opgebouwd. En Afanasjewa ging sleutelen aan die vooronderstellingen en wilde dat gebouw wat mooier opbouwen. Dus daar was ze eigenlijk bezig met heel streng redeneren. Rechtsboven is een pamflet dat zij schreef over het meetkundeonderwijs, waarin zij juist heel de andere kant van het menselijk denken belichtte. En begon met de eerste stap die je ook in de warmteleer ziet, namelijk met het observeren, het bekijken, het herkennen van patronen. En zij vond dat dat in het onderwijs toegepast zou moeten worden. In Nederland, trouwens ook elders in Europa, was het gebruikelijk om de meetkunde te onderwijzen op die hele strenge axiomatische manier, dus volgens de lijnen van dat bouwwerk, hè, zoals ook de warmteleer was opgebouwd. En Afanasjewa zei, nee, dan raken kinderen helemaal, dan hebben ze niet door waarom ze iets moeten weten. Laat ze eerst in de meetkunde, die gaat over de ruimte, laat ze eerst de ruimte onderzoeken. Laat ze heen en weer lopen langs een muur om met hun stappen te meten hoe lang die is. Laat ze kijken naar de hoeken en de symmetrieën in een ruimte. Laat ze patronen herkennen en ga dan pas aan de slag met die vooronderstellingen, die axioma's, met dat strenge redeneren. Het leidde tot een enorm debat. Ze had een felle tegenstander in Eduard Dijksterhuis, die onmiddellijk met een tegenschrift kwam, waarop zij weer reageerde. Hij weer, het ging er hard aan toe. Was soms een beetje badinerend over mevrouw Ehrenfest. Zij ging daar stevig tegen in. En uiteindelijk leidde dat debat tot de oprichting van een nieuw tijdschrift voor wiskundedidactiek. En ook tot een commissie die het wiskundeonderwijs en natuurkundeonderwijs aan middelbare scholen onder de loep zou nemen. En het is echt een schande, vind ik, en ook wel een tragedie eigenlijk, dat voor geen van beiden, niet voor de redactie, voor het tijdschrift en niet in die commissie, Afanasjewa, die dit helemaal aan het rollen had gebracht, op eigen kracht, gevraagd werd. Zij werd verder helemaal niet uitgenodigd om nog bij te dragen. En ik denk dat dat samen met het toenemende, onvriendelijk gezegd, gemekker van Ehrenfest, die zichzelf voortdurend als tweede rangs fysicus beschreef, ertoe bij heeft gedragen dat uiteindelijk Afanasjewa steeds vaker leidde, de rug toekeerde. Vanaf 1926 toog zij 2 tot 3 keer per jaar naar Rusland, zo bleven zij het noemen. Het was eigenlijk toen al de Sovjet-Unie, waar haar expertise veel gevraagd was, waar ze deelnam in Moskou bijvoorbeeld aan commissies voor hervormingen in het onderwijs.
Waar ze les gaf, zoals hier in 1933 op de Krim in Orzitnitsje, aan toekomstige wiskundedocenten. Waar ze dus haar vooruitstrevende ideeën kwijt kon. Waar ze ook in Simferopol een tijdje hoogleraar is geweest. En wat ze me later wat later vaak is gezegd, dat zij daarmee ook een wig dreef tussen Ehrenfest en haarzelf. Dat leidde uiteindelijk tot het tragische einde van Ehrenfest. Dat is een interpretatie die in mijn ogen veel te ver gaat. Ehrenfest ging in toenemende mate gebukt onder somberheid, omdat hij zichzelf een tweederangs fysicus voelde. Inderdaad voelde hij zich alleen in het grote huis. Hij kreeg een relatie met een jongere vrouw. Raakte daardoor heel erg in verwarring, want hij wilde Afanasjewa ook niet kwijt. Hij leed onder het opkomende nazisme. In 1933 kwam in Duitsland Hitler aan de macht. Maakte zich zorgen over wat dat betekende. Ook over voor Wasik, zijn zoon met Down-syndroom. Die ze naar Nederland haalde, naar Amsterdam, naar het instituut van professor Watering. Raakte door al die zaken in de knoop en uiteindelijk toog hij in september 1933 in Amsterdam naar die kliniek waar Wasik op dat moment verbleef, met onder zijn jas een Browning en schoot eerst zichzelf en Wasik neer en daarna zichzelf dood. Hij had talloze brieven vooraf geschreven. Sommige al verstuurd voor zijn dood, de meeste na zijn dood te openen. En de kortste daarvan was voor Afanasjewa, waarin hij schreef: Tania, Tania, ik ben altijd van je blijven houden. Zo moest Tatjana Afanasjewa alleen verder. Zij had op dat moment eigenlijk al het besluit genomen om niet meer naar de Sovjet-Unie te gaan, want ze was geschrokken in 1933 van de enorme hongersnood en het leed onder de bevolking dat werd aangericht door de harde politiek van Stalin. Zij had een hard leven ook hierna. In 1939 verloor zij haar andere zoon, Pavlik, die omkwam tijdens een skitocht onder een lawine. Die juist op weg was veelbelovend fysicus te worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor ze haar schoonzoon Jaap Kloot, de man van haar dochter Galinka Ehrenfest. Galinka werd opgepakt en gelukkig vrijgelaten, maar verloor wel haar bijna voldragen kind. Kort na de oorlog overleed ook de moeder van Afanasjewa, die in het huis woonde. En toch bleef zij zoeken naar zingeving. En daarin is zij, en dat ja, in de loop van mijn hele zoektocht naar haar was dat wel mijn grootste ontdekking. Of echt een voorbeeld, ook voor mijzelf geworden, dat de manier waarop zij rechtop bleef doorleven na de oorlog. Haar wereld was uit elkaar gevallen. Al die mensen die kwamen, Einstein, Pauli, Schrödinger, die kind aan huis waren daar, die hadden moeten vluchten. In het beste geval, als ze de oorlog overleefd hadden en zaten nu elders in Amerika, in Ierland. Al haar kennis uit Rusland kon ze niet meer, durfde ze amper nog te schrijven uit angst dat hen in die Sovjet-Unie iets slechts zou overkomen. Ze had haar twee dochters, ze had kleinkinderen. Maar ze was ontzettend veel kwijtgeraakt en toch bleef ze van haar huis een ontmoetingsplek maken. Ze verhuurde de bovenste verdieping aan studenten. Hier ziet u haar rechtsonder op de foto. Ze bleef schrijven met onder andere Einstein. Rechtsboven is een brief die hij in 1946 aan haar schreef. Hij had meteen nadat de vrede was gesloten iemand langsgestuurd in Leiden om te kijken hoe het met haar en haar dochters ging. En links ziet u een brief aan haar schoonzoon die zij schreef in een van haar vele wakkere nachten. Want echt goed slapen zou ze nooit meer doen. Maar waarin ze dan toch uiteenzet wat voor haar de belangrijke ideeën zijn in het leven, in het wiskundeonderwijs. En,
en in het denken. En denken bleef ze doen tot aan 1964, toen zij stierf. Anne-Loor noemde die datum al. Onder meer publiceerde zij Relevia, een pamflet over de economie, waarin ze een basisinkomen voor iedereen introduceerde. Heel actueel nu. Ze publiceerde een boek over de warmteleer, waarin ze de puntjes op de i zette met betrekking tot die publicatie uit 1924. Ze nam ontslag als docent Russisch in 1951 aan de Universiteit Leiden, omdat ze vond dat ze te weinig betaald werd en dat dat haar prestige en dat van het vak geen goed zou doen. Dus ze bleef staan voor haar idealen en principes. En daarom denk ik dat het heel passend is dat zij op deze Internationale Vrouwendag deze drie kwartieren de aandacht heeft gekregen. Dankjewel, Margriet, voor deze prachtige tocht door inderdaad een heel bijzonder vrouwenleven. Ik richt me toch even tot u in de verwachting dat u wellicht vragen heeft. Ik kijk ook even naar mijn collega, maar zijn er geen vragen? Nou, we hebben zelf natuurlijk ook wel wat vragen. Ik heb er een paar. Tatjana heeft een gouden medaille naar opleiding in Petersburg. En je zei zelf al... het bracht haar niet van alles. Kun je vergelijken, want ze was dus heel talentvol. Ze kon wel naar Göttingen. Wat was het verschil met de universiteit? En maakte dat voor haar ontvangst in Göttingen uit? Ja, dat maakte natuurlijk wel uit. De hogere leergangen voor vrouwen waren beslist wel op een hoog niveau. Wat ik al zei, mensen als Mendeleev gaven daar les. Of Borodin, de componist en ook scheikundige. In de periode dat zij er studeerde was dat niveau een beetje aan het tanen. Met name omdat het tsaar en zijn geheime dienst heel streng toezagen op het reilen en zeilen aan het instituut. Uit angst voor radicale elementen. En er waren ook inderdaad vrouwen die daar behoorlijk radicaliseerden. Maar de kwaliteit was nog steeds hoog, maar het was geen universitaire opleiding. Nadat ze uit Göttingen later weer terugkeerde naar Petersburg, is ze bijvoorbeeld nog aan de gewone universiteit, die toen toegankelijk werd voor vrouwen, heeft ze ook nog haar officiële wis- en natuurkunde doctoraal, zeg maar, gehaald. Maar waarom zij niet gepromoveerd is bijvoorbeeld in Göttingen, is niet alleen toe te schrijven aan het feit dat die Bestuzhev opleiding van iets mindere kwaliteit was. Hè, of iets minder veel omvattend curriculum had dan een universiteit, denk ik. Want voor haar waren twee Russinnen wel degelijk gepromoveerd. Die ook dat Bestuzhev doorlopen hadden. Ik denk dat zij een beetje de pech had dat net in die tijd er heel veel weerstand kwam tegen Russinnen die het Westen maar overstroomden. En zij is natuurlijk snel daarna ook getrouwd. En dat heeft denk ik ook wat roet in het eten van haar plannen gegooid. Ik was zelf geïntrigeerd toen je vertelde over de twee publicaties die ze in 24, 25. Dat is ook de tijd. Hè? We zien er dan ook in de foto's die je laat zien dat ze het gezin is compleet. Er zijn vier kinderen met een laatste kind met Down-syndroom. Je bent behoorlijk gedoken in de familiearchief en de herinnering van de kleinkinderen. Kun je verklaren hoe zij nog tijd vond om dan toch in die tijd, het is toch een drukke tijd, die publicaties te schrijven? Waar haalde ze de rust in haar hoofd vandaan? De tijd ook in haar dag en in haar avond? Ja, de rust in haar hoofd, dat zat in haar karakter, denk ik. Zij wordt ook door Einstein bijvoorbeeld in een in memoriam voor Paul Ehrenfest beschreven als een heel standvastig iemand die heel erg haar eigen koers uitzette en die ook als een ankerpunt fungeerde voor de veel wispelturiger Ehrenfest. Dus die rust in haar hoofd kon zij denk ik zelf bewaken, al zijn er zeker periodes geweest. Met name toen zij heel erg in geldproblemen kwamen en in de jonge jaren van Wasik, die heel slecht sliep, dat zij het ook heel moeilijk heeft gehad. En de tijd vinden was een kwestie van organiseren. Aan de ene kant werd van haar tijd afgeknibbeld doordat Paul Ehrenfest en zijzelf thuisonderwijs gaven. Zij heeft daar iets heel, vind ik, grappigs over geschreven in een familiedagboek.
dat ze zegt, ja, dat Nederlandse onderwijs, dan moeten ze de grondsoorten leren in Nederland. Dat vond ze al, volgens mij als Russin uit zo'n groot rijk al een beetje bespottelijk, dat je dat zo'n klein land allemaal ging onderverdelen. En dan moeten ze ook nog allemaal zoetsappige verhaaltjes lezen, terwijl ik hier thuis al die prachtige Russische literatuur heb. Dus zij moest het thuisonderwijs ook ten dele organiseren. Er kwamen allerlei studenten van Erenvest thuis lesgeven. Dus dat knibbelde wat van haar tijd af. Wat hielp is dat haar tante, die haar ook opgevoed had, Baba Sonja, vanaf 1916 daar woonde en ook een deel natuurlijk van de zorg voor de kinderen op zich nam. En dat vanaf 1922 ook haar moeder de Sovjet-Unie wist te verlaten, waar het toen nog heel roerig was, en in huis kwam wonen. En met name die moeder, die heeft haar denk ik ook erg geholpen in die periode om zich op het schrijven te richten. De aanwezigheid van de twee, de baba en moeder, dat maakte verder niets uit, geloof ik, voor de kwaliteit van het eten. Ik vond het zelf bijzonder geestig om in jouw dubbelbiografie te lezen dat Tatjana niet kookte. Nee. En het eten kwam van een soort gaarkeuken. Het was niet goed. Er mocht ook verder niet gedronken worden. Er mocht niet gerookt worden. Alleen Einstein mocht een pijp roken. Dus laten we zeggen, van een culinaire gezelligheid was het niet, maar het maakte toch helemaal niet uit voor het bruisende karakter van de ontmoetingen in huis. Nee, nou ja, dat zij niet kon koken kwam natuurlijk ook doordat zij in zo'n welstand was opgegroeid, dus gewend was aan kokkinnen. Dat zij vegetariër was en eigenlijk was Erenvest fanatieker in het vegetarisme dan zij zelf, want een van de kleindochters herinnert zich heel goed hoe ze lekker gehakt at bij haar grootmoeder. Dus ze was niet super streng in de leer. Dat had te maken met het feit dat zij eigenlijk toen ze op het Bestuzhev zat en in Rusland echt geconfronteerd werd met ook een maatschappij met heel veel klassenverschil en ook wel gewelddadig, hè, met name tegen de lagere klasse, dat zij heel erg een persoonlijke ethiek ontwikkelde. Dat was een tendens die je bij meer studenten zag. En een aanhanger werd van Tolstoj, die een leven propageerde met vegetarisme en zonder roken en drinken. En in Leiden had juist die vrouwenbond, de Leidse feministes, die hadden een coöperatieve keuken opgericht. En dan kon je lid worden voor een klein bedrag per maand en dan met paard en wagen tussen de middag je maaltijd laten bezorgen. Juist vanuit het idee dat vrouwen zich dan aan nuttiger taken konden besteden. Dus dat was iets wat zij zeker wel kon waarderen aan de Leidse feministes. En misschien tot slot wat ik zelf een hele grappige uitspraak vond. Ik weet eigenlijk niet eens zeker of ik die in het boek heb opgenomen, maar dat in de familie, om haar kookkunsten te kenschetsen, zeiden ze altijd, oh, Baba Tanja, die laat zelfs water aanbranden. Ik herinner me niet. Okay. Ik heb een paar vragen binnen, maar ik heb zelf nog een vraag en die leidt dat goed in. Kun jij verklaren waarom zij in 1926 in Rusland wel gewoon met haar didactische opvattingen ontvangen wordt, terwijl ze in Nederland met Dijksterhuizen in allerlei debatten en twisten terechtkomt? Wat is het? Nou, hoe kun je dat verklaren? Ja, twee grote verschillen, denk ik. Ten eerste de positie van de vrouw. He, in 1924 was het koninklijk besluit aangenomen dat vrouwen die gehuwd waren niet in overheidsdienst mochten werken. Dus zij kon niet werken. En dat verzwakte natuurlijk haar positie als gesprekspartner enorm. Ten tweede was Dijksterhuis echt iemand van het oude stempel die de meetkunde helemaal volgens de strenge Euclidische methode wilde uitleggen. En hij had in zekere zin het tij mee, als je denkt aan de HBS, die enorm succesvol was geweest. Want van die HBS waren Van der Waals, Kamerling Onnes, waren al die Nobelprijswinnaars, ja, of allemaal, maar een groot deel van hen was daarvan vandaan gekomen. Dus dat is de Nederlandse kant. Dus een bepaalde Nederland is behoorlijk conventioneel en nog eigenlijk. En dat zie je daar ook. En in Rusland hadden we natuurlijk de revolutie gehad. Er was al een hele lange lijn die loopt vanaf dat Bestuzhev tot aan die revolutie van intellectuelen die vonden dat vrouwen een meer gelijkwaardige positie moesten hebben. En toen de Sovjet-Unie eenmaal op gang was, hadden vrouwen ook echt zo'n gelijkwaardige positie. Die mochten gewoon werken voor hetzelfde salaris.
En er was al, zij was voor ze naar Nederland ging al deelnemer geweest aan discussies over de hervorming van het onderwijs. En die hadden ook onder invloed van die revolutie een enorme boost gekregen. Daarvoor, in de tijd van de tsaar, was meer dan 80% van de bevolking analfabeet. Dus de Bolsjewieken en aanvankelijk ook de Mensjewieken, die wilden de bevolking opleiden. Die wilden de mensen leren denken en daar sloten haar ideeën natuurlijk op aan. Al moet erbij worden gezegd dat haar ideeën ook snel sneuvelden naarmate de invloed van Stalin groter werd. Ik leg je een vraag voor van een kijker. Wat zijn naar uw mening de aanwijsbare invloeden geweest op Afanasieva's visie op meetkundeonderwijs? Bijvoorbeeld is er een link met de warmteleer of bijvoorbeeld het werk van Maria Montessori? Nee, want zij ontwikkelde haar ideeën al voor Montessori. En zij dacht al na over het meetkundeonderwijs voordat zij zich op de warmteleer ging storten. Vormend is geweest haar ervaring in Göttingen. De colleges die zij daar kreeg van Felix Klein, die heel erg voor aanschouwelijk onderwijs was. Dus de dingen uitleggen aan de hand van metaforen of op zo'n manier dat je ze kan inzien. Zij werd ook gevormd door ideeën van Hilbert, die ook heel erg het belang van intuïtie benadrukte in het menselijk denken. En zij werd in Rusland beïnvloed door de discussies over het meetkundeonderwijs bij die pedagogisch museum van de Militaire Academie. En die discussies daar werden heel erg gevoed weer door discussies bijvoorbeeld in Parijs over het meetkundeonderwijs. Dus je kunt een hele lange internationale lijn aanwijzen. En eigenlijk vanuit Nederland zijn daar veel minder invloeden op haar denken. Oké, dankjewel. Een andere vraag. Je hebt uitgebreid over Tatjana gesproken en de dochters zijn ter sprake gekomen. Hier een vraag welke weg ze zijn gegaan. Ja, ik ben inderdaad niet zo toegekomen aan de dochters. De oudste dochter, die ook Tatjana heet, in mijn boek heb ik haar om haar te onderscheiden. Want uiteindelijk waren er vier generaties Tatjana Tanitschka genoemd. Zij is in Leiden bij Van der Woude gepromoveerd in de wiskunde. Ze heeft ook nog een tijd in Göttingen gewerkt. Zij was heel erg begaafd. Werd door Born, een bekende kwantumfysicus, gelijk gevraagd om zijn boek te redigeren. Maar zij heeft uiteindelijk een andere weg gekozen. Zij is getrouwd met Karel van Ardenne, een huisvriend die 16 jaar ouder was dan zijzelf en met wie zij 5 kinderen heeft gekregen. En zich in Dordrecht heeft teruggetrokken in een heel groot huis vol antiek. Waar volgens de overlevering wel af en toe de bekende wiskundige Paul Erdős langskwam om met haar in de boomgaard te discussiëren over wiskundeproblemen. Zij publiceerde ook af en toe nog, want zij was zeer begaafd. Maar zij heeft zich afgewend van dat leven van haar ouders eigenlijk. De andere dochter, Galinka, die zoveel heeft meegemaakt ook in de Tweede Wereldoorlog, heeft zich aanvankelijk verdiept ook in moderne onderwijsvormen, het Montessori-onderwijs. Ze was ook op de foto met Julia Fausek. Heeft daarna de tekenacademie van de tekenschool van Paul Citroen in Amsterdam gevolgd. Heeft aan het begin van de oorlog met haar man Jaap Kloot, die omkwam, een heel succesvol bedrijf gehad. Waarbinnen ze een uitgeverij eigenlijk. Waarbinnen ze kinderboeken uitgaven en illustreerden. En is later na de oorlog ook actief gebleven op het gebied van kunst, kinderen, maar ook met ideeën. Zij werkte samen met haar moeder, wisselde vaak van gedachten met haar moeder, bijvoorbeeld over Relevia, de economische orde. En zij heeft op haar beurt, haar moeder pleitte voor een basisinkomen, de ooievaarsregeling voorgesteld voor moeders. Nou, dat is een hele mooie koppeling met, want we hebben tijd voor nog één vraag. Je noemde zelf het lagere salaris van Emmy Noether. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Ja. Dat is toch helaas nog wel een vervelende parallel met anno 2021. Hè? Dat we nog altijd zien dat... wat is eigenlijk je visie op... hoe kijk jij? Jij bent zelf deeltjesfysicus. Je bent een beta. Je hebt je opleiding in CERN. Dat zal ongetwijfeld een vrij mannelijke aangelegenheid zijn. Ik was meestal de enige vrouw, ja. Ja. Kun jij zelf reflecteren op hoe jij nu kijkt naar... Ja, de huidige wereld van de wetenschap en de positie van de vrouw, ja, past toch wel in deze dag? Zeker. Nou, ik denk, ikzelf zie ik een aantal hele lange lijnen. Dus het feit
dat in 1924 dat koninklijk besluit werd genomen. Dat vrouwen ontslagen werden uit overheidsdienst. Dat heeft naar mijn idee in de natuurwetenschappen enorme repercussies gehad die we nog steeds zien. Want het betekende dat in de natuur en wiskunde je ook geen vrouwelijke docenten meer had. Je had geen vrouw meer voor de klas. Je had geen rolmodel meer. Dus de praktijk die werd ingegeven door de maatschappelijke vooroordelen of maatschappelijke verwachtingen over mannen en vrouwen. He, die verwachtingen leiden tot een praktijk, tot dat koninklijk besluit. En die praktijk versterkte weer die stereotype verwachtingen. En ik denk dat dat nog een van de redenen is dat we nog steeds zien dat in de natuurwetenschappen er veel minder vrouwen dan mannen werkzaam zijn. Dat dat ook een van de redenen is, ook buiten de natuurwetenschappen, dat we in Nederland weinig vrouwelijke hoogleraren hebben. Dat we helemaal onderaan bungelen op alle ranglijstjes. Dus dat is een lange lijn. Wat je ook ziet is dat Erenfest, toen hij naar Leiden beroepen werd, het voordeel van de twijfel kreeg. Je zal wel een hoogleraar zijn. Terwijl Afanasjewa eigenlijk keer op keer het nadeel van de twijfel krijgt. Zich eerst moet bewijzen of als ze zich bewijzen heeft toch niet mee mag doen. En wat mij zelf heeft getroffen als ik oudere hoogleraren over haar hoorde. Dat er heel vaak over haar werd gezegd, ja Erenfest, ja, ja, dat was ook moeilijk voor hem, want hij worstelde zo. En hij zat in zo'n moeilijke positie. En zij ging naar Rusland. Zij steunde hem niet. Zij was zo rationeel. Zij was zo onvrouwelijk. En vooral dat rationeel en onvrouwelijk, dat zie je nu ook in de politiek bijvoorbeeld. Dat een vrouw die iets wil doen, hè, denk aan Sigrid Kaag of Ploemen, die wordt dan heel gauw ook weggezet als kil en onvrouwelijk. En dat zijn hele lange lijnen waarin de maatschappelijke verhoudingen gereflecteerd worden in de wetenschap en vice versa. En waarvan ik hoop, ik heb er ook mee te maken gehad natuurlijk, vaak als enige vrouw, dat die toch op den duur doorbroken zullen worden. En dat gaat ook gebeuren, daar ben ik wel optimistisch over. Mede dankzij vrouwen zoals Afanasjewa, die altijd hun eigen gang gegaan zijn. Margriet, ik wil je bijzonder bedanken dat je hier vandaag was. We zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere lezing. Ik ben zelf eigenlijk wel heel optimistisch, want vandaag las ik in de krant, je schetst misschien een heel terecht beeld van de wetenschap, maar er zijn wel recent 4 kanjers van vrouwen benoemd in de grote musea in Nederland. Dus een mooi portret vandaag in een van de dagbladen. Dus ik denk dat voor talent toch altijd nog weer ruimte komt. Laten we daar ook op hopen. Ik wil je bijzonder bedanken. En dan richt ik me even tot toch de kijkers thuis. We gaan verder met de livestream, want voorlopig nog geen bezoek in het museum. Maar u hoeft niks te missen. Kijk op onze website, maar ik geef u vast aan dat deze week nog Claire Weda over de pest komt spreken en Marjolein Kikkert over vaccins. En dat zijn lezingen die we koppelen aan de tentoonstelling Besmet in ons museum. Ook die is binnenkort gewoon weer hopelijk te bezoeken. Kunt u niet wachten, dan kunt u ook via de website een wandeling maken. Want we hebben de tentoonstelling digitaal beschikbaar gemaakt. Nogmaals, hartelijk bedankt en graag tot een volgende keer.